Dames en heren, van harte welkom terug bij House Flipper. Vandaag gaan wij het avontuur in de DLC voortzetten door de Map of Jobs erbij te pakken. En even te kijken van wat hadden we nou. We hebben het strandhuis waar de default toit is. We hebben hier twee in het midden openstaan. Dus deze budget 2500 en 2 euro's. Choices 2, rooms 11. This house is over 100 years old and the ubiquity. Oh, jemens. Ubiquitous wood gives it a unique appeal. It will be great for Trevor and Lily and their kids. A family of sailors. The family fell in love with the house at first sight. It was not cheap, so the budget for its renovation is limited. It should be just enough to have it refreshed and to introduce some necessary changes. Good luck. Gaan we zien. Nou, ze zien er gewoon weer exact hetzelfde uit. Ja, good luck, Oliver Jordan. Leuk, leuk, leuk. Wat hebben we? Clean dirt. We moeten al gelijk clean the dirt. Clean the dirt. Ik vermoed dat er heel veel viezigheid... Ja, dat, oh, die bruine vlekken daar. Allemaal troep. Troep. Kan ik allemaal zwabberen? Oh, hé, hey, een steiger. Oh, dat is handig. Allemaal troep op het dek. Gadverdamme, dat is mos. En andere oneenigheden. Open. Yeah. We zijn nu Thief Simulator. Bijna, 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 bijna. Oké, ik viel half door het dak heen. Oké, dit wordt lastig. Wacht. Kon ik dat niet gewoon neerzetten? Store. Nee. Waar staat dat nou? Een soort steiger. Fuck, hoe heet zoiets? Want dan kan ik zo'n steiger plaatsen. Dan kom ik in ieder geval bij het bovenste gedeelte. Maar ik kom er nu gewoon niet bij. Misschien dat ik er van binnenuit kan komen. Hold up, laat me het even checken. Ik zwab er hier gewoon even doorheen. Doe ik het raam open. En dan even kijken of dit werkt hoor. Nou, volgens mij heb ik hem serieus nog geraakt ook. Oh wauw, dat meen je. Ja, ziet er schoon uit. Yeah. Dankzij de abilities, want anders lukte het niet. Goed, we moeten ook de rest van het huis schoon zwabberen, want er blijkt hier echt een pleurisbende te zijn. Zwabber, zwabber, zwabber. Zwabber, zwabber, zwabber. Waar zit het allemaal daar? Ik hou echt mijn minimap in de gaten als een richtlijn, want dan zou ik mijn god niet even zo 1, 2, 3 zien waar het allemaal zit. Maar het gekke is, er zitten zeg maar nog van die vuiltjes op de minimap. Ik, wacht, kan ik dat vergroten? Enhance. Nee, het is heel leuk dat er een plus en min naast staat. Oh, wacht. Kijk, zie je die streepjes? Wat zijn die streepjes? Want dat is geen normale vuiligheid of zo. Dus ik weet niet hoe ik dat zou moeten aanpakken. Dat was de bovenverdieping. Kijk hier, deze hele muren zijn goor, joh. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Maybe a fuse is blown? Oh, krijg nou de tyfus. Deze hele keuken is goor. Volgens mij heeft deze keuken in de hens gestaan, man. Zwabber, zwabber, zwabber. Kijk hoe mooi de keuken wordt. Hier bij het schoonmaken wordt die echt wel prachtig. Ja, gloednieuw, joh. Gloednieuw. Wat was de optie hier? Welke keuzes zullen we maken? Let's remove the fluorescent lights and the mirror from above the sink. Instead, we can lay elegant wall tiles and mount a new mirror by the fridge. This will optically enlarge the interior. Oké. This mirror fits and looks like a window. Let's keep it. Ja, het budget is al zo nauw. We laten we het gewoon lekker houden, joh. Het was me geen eens opgevallen dat er een mirror zat. Let's just buy a few more lamps. Ja. Waar zit die mirror dan? Oh, hier. Ah, ja. En dat moet dan inbeelden dat het een raam is. Oh ja, die fuse was blown. Dus die moet ik nog even vervangen. Zo. Huppakee, dan werkt dat als goed is de lampjes weer. En maar eigenlijk deze. Heel goed. Ik vind het ook mooi dat de open haard gewoon een schakelaar is. Sorry, wat wilde in de keuken? Hanging long bulb 2 en halogeen lampen. Oké. Okay. Doe ik er hier eentje in het gangpad. En ik wil hem op dezelfde lijn hebben, want zo'n OCD heb ik dan ook wel weer. En wil ik hier in de keuken wil ik de hanging long bulbs hebben. Is er een lichtknopje? Kijk. Ja, die lampen hangen te dicht bij elkaar. Yikes! Oké, deze kamer. Hoeft niks aan gebeuren. Deze kamer. Lay floor tiles. Dark mahogany floor panels. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Dan doen we dat vanuit deze hoek. Ook hier overheen? Lijkt me niet, toch? Wacht, ik doe het even vanuit daar.
En dan zo trek ik hem door. En deze dan nog even die hoek. 96% staat hier nu. Oh, wacht hier. Ik zat er van 96%. Ze willen toch niet dat ik hier hout onder ga leggen. Dat gaat de boel doen fikken. Nou, blijkbaar willen ze het wel, het dievenspel. Oh, maar dat kan toch niet? Really? Wilt het spel dicht echt? Huh? Ja, het spel wilt het echt. Stik er ook maar in. Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar vooruit. Place object. Melissa light colored left corner sofa. Hoe zou ik dit moeten indelen? Oh, dit is akelig, want het is een soort van, dit moet allemaal open blijven. Want je hebt hier een doorgang, je hebt hier een doorgang. Dus je kan hiervoor kan je niks plaatsen, dus moet je het al hier plaatsen. Maar je hebt hier ook weer een soort van doorgang. Ah, nee, dit zijn eerder gewoon van die gekke ramen die zo open gaan. En waar zou deze dan moeten? Misschien hier? Dat ik die kast even verplaats? Juist, hè? Racht bakken we deze de hoek in. En zo kan je alsnog wel een beetje gebruik hiervan maken. Zal ik hem nog iets verder de hoek in stoppen? Ja, kan op zich wel. Ja, dit, verder dan dit gaat niet. De Memo Dark Coffee Table. Noemen we die daar. Ja, kan je enigszins nog wel omheen lopen. Twee yucca's en een monstera. Ah, dit zijn planten, joh. Hoe groot zijn die? Die zijn nog best groot. Oké, dan doen we er eentje daar. En eentje... hier of onder de trap? Of hier? Ja, hier is ook wel mooi. Ah, dan blokkeer ik het lichtknopje. Oké, niet zo mooi. Misschien deze hoek. Ja. En een monstera. Oh, nu is het gekloot. Er zijn twee monstera's. Dus ik weet niet welke er exact mee wordt bedoeld. Oh, dit is ook een best grote plant. Kan die hier bovenop? Ja, maar dan blokkeer ik dat weer. Ik doe hem hier wel. Ja, tuurlijk is dat niet de juiste monstera. Het zal ook wel. Godver. Waarom zijn er dan ook twee? Zo, dit was de juiste. Mooi. Waar moest nog verandering plaatsvinden? Op de bovenverdieping in ieder geval niet meer. Dat is goed. Oh, hier. Remove bed. Dubbel bed Harris. Wop. Er moet er geschilderd worden. En er moet een nieuw bed worden geplaatst. En een tafeltje ernaast en een lamp. Sure. Oh, er is wel een geinige kast. Hey! Oh, forgotten safe in the closet. This must be the forgotten safe of the captain that lived here 100 years ago. After selling the precious notes and jewelry found in the inside, the budget significantly increased. This allows us to plan something more for both the kitchen and the bathroom. Wow! Kon ik het geld niet gewoon jatten of zo? Ik vond hem. Verdik me. Nou, het is misschien ook wel beter ook, want ik zat echt al in het oranje wat betreft het budget. Dus dat is wel goed. Silver glacier moet ik verven. Double bed mal. Oeh, we mogen kleuren uitkiezen. Ah, dit is op zich best geinig. Ja, yeah, geel eroverheen. Ja, ik vind het wel wat hebben op deze manier. Tegen de muren aan. Dan willen we bedside table Harris. Hoe hoog is deze? Oh, die is nog akelig hoog. Maar ik wil hem eigenlijk in hetzelfde houtste kleurtje als die, hoe heet het, doen. Wacht even. Dat is sepel. Vind ik dan wel zo mooi als dat overeenkomt, zeg maar. Dan willen we een stylized lamp. Oh, dat is een grote lamp. Nou, vooruit. Wop. Rectangular carpet dandelions. En picture sunset by the sea. Doen we die lekker boven het bed. En dan de carpet. Zoiets? Aan het voeteneind of aan een zijkant? Lastig. Ik doe wel aan het voeteneind. Yep. Ik ga hiermee akkoord. Oké, hier moet een keuze worden gemaakt. Wat zou het beste zijn voor ons budget? A cupboard shelf and a new tiles will be enough. We will utilize the extra budget elsewhere. Let's go crazy with the bedroom and add a second sink and a modern shower and a toilet. En let's just... nee, gaan we allemaal niet doen. Gaan we allemaal gewoon lekker niet doen. Wat hebben we? Modify walls. Lay wall tiles. A white porcelain mosaïek. Ja, want deze houten panelen, dat ziet er wel heel skeer uit. 1, 2, dit moet toch sneller kunnen. 3. Wat? Niet alles hoefde. Oh. Well, why didn't you say so? Hold up. Ik wil eigenlijk even de douche verplaatsen, zodat ik het bij kan. Waarom kan ik überhaupt de deur ineens openen van de douche? Ik wil... God damn it. Ik kom daar niet bij. Ik
Okay, dit wordt heel tricky plaatsen, maar dit is de enige manier waarop ik het kan doen. Want ik kan die klote douche niet verplaatsen. En volgens mij heb ik hem. Yeah, nice. Dan hebben we tenminste die hele muur in. Oh, dit zijn wel leuke tegeltjes, nu ik er zo naar kijk. I like that. Floor tiles, decorative light porcelain tiles. De big yoink. Oh ja, dat ziet er wel leuk uit. Dan willen ze een old-fashioned mirror, een old-fashioned cupboard, een old-fashioned hanging shelf. Allemaal dat old-fashioned. Die hangen we boven de gootsteen. Wop, lampje erbij, leuk. Doet u allemaal maar, huppakee, open, dicht, nou, mooi. De progress bar is nog niet 100%, wat mis ik nou nog? Oh, nu willen ze opeens in de keuken, waarom staat dit ding aan? Ga weg. Nu willen ze ineens hier andere vloer tegels. Various matte porcelain tiles. Ik weet niet of dit mooi zal zijn, maar ik hoef hier niet uiteindelijk te wonen weer. Nee, dan vond ik de... Nou, op zich, het heeft zijn charme. Ga uit. Maar dan gaat hij ook een keer aan. Alleen vond ik die andere mooie. Nou, hoe dan ook. Voltooid. 100%, wij krijgen 5263 euro's. Oké. Okay. De before and afters. Ja, dit ziet er wel wat charmanter uit. Smerig huis. Uiteindelijk wat knusser. Smerige badkamer. Lekker opgehangen. Ja, hoppakee. Schoon. Is mooi schoon. In schoon. Ja, mooi. Tyfushuis. En het is schoon. Next! Wauw, we hebben serieus nog maar één klus openstaan. Oeh, hier staat een ambulance. Ik ben benieuwd wat er bij dit huis is gebeurd. Maar we gaan eerst wel deze doen. Budget, 7506 euro. Twee keuzes, 10 kamers. May works in property renovation and rental business. And she's expecting a baby, so there's no way she can work as much as usually. Someone has to help her with a house for one of her clients. It's a semi-detached house that requires some work and due to circumstances may only ask to take care of one part. Fortunately, the house doesn't need a major makeover as it underwent a renovation not so long ago. It's currently in developer standard and just needs some finishing touches. The client has two dogs that are treated as a part of the family. If the budget is high enough, we'll add some additional accessories for the pups. I'll see you there. Oh, deze kan ik gewoon weer verplaatsen. Ja, laat ik dat maar niet weer doen. Hallo! Oh god, het is hier kaal. Oh god, er liggen hier planken en cement en plastic en troep. En de twee keuzes moeten ook direct naast elkaar worden gemaakt. Ik zie hier toevallig ook, volgens mij moet hier een muur worden gebouwd. En deze moet eruit worden gesloopt. Doen we dat even lekker. Eerst. Broken pipe. Fuck. Water supply valve. Somewhere around here. Kut. Kut. Die even weg. Waar is de water pipe? Help. I fucked up. Ik ging zo mijn muren slopen zonder dat ik rekening mee hield. I'm at the wrong door. Oh, dit is een 201 kap. My bad. Waar is de water valve? Water valve. Oh, hier, 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 hier. Is dit hem? Use. Stop. Fuck. Ah, man. Probleem opgelost. Oké, dan is dit gedeelte eruit gesloopt. En hier moet zeker een muur worden gemaakt ofzo. Build the wall, destroy the wall. Dus deze moet eruit en de muur moet gewoon iets verder terug. Moet dit bovenste gedeelte er nou ook uit? Lijkt me wel, hè? Ja. En dan moet daarboven, hier moet een muur worden gebouwd. Wauw, dit is vreemd. Eén muur hier. Eén muur hier. En dan op deze lijn. Dat is zo weird. En dan heb je zo'n gekke inham waar je vervolgens helemaal niks mee kan. Kijk, wat kan je hier nou weer mee? Steringdom. En dan ook, ik maak de badkamer wel eventjes af. Wat moet hier gebeuren? Die moet eventjes open. Lay wall tiles, white mosaic hexagon, 25 stuks. En dan het zo door te trekken tot deze deur. Dan weet ik niet of ik op de 25 kom, maar dan kijken we wel eventjes hoe dat loopt. Dit in totaliteit is 19. Dan kunnen we hem op zich nog doortrekken tot hier. En dan de rest verven, I guess.
Tenzij, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, deze had ik eigenlijk kunnen doen. Yikes. Ah, dan doe ik die alsnog wel even. Een extra setje, alstublieft. €84. Yikes. Oké, okay, ik wil de sink wil ik daar hebben. Assemble. En daarnaast zal ik daar een toilet moeten maken. In de hoop dat ik nog genoeg ruimte daarvoor heb overgelaten. Want het kan zijn dat het niet zo is. Oh, dat is bij verre na nog genoeg ruimte. Zo, tegen de muur aan. En joink, joink, joink. En finito. Nice. Dan willen ze nog lay floor tiles. Decorative porcelain tiles. Dat is een zeer dominante tegel. Maar dat is wel 100%. Shower plumbing system. Oh, ze wilden hier een douche. Wat leuk. Die zetten we daar. Een screw. Joink en joink. En hoppakee. Het is een beetje rokerig. Mount device. Jean shower without a tray. Hè? Eh? Oh. Now I get you. Oh, dat is wel ziek. Juist, daarom moest het zo breed. Hehe. Oké, ik snap het idee. Het is ziek. Ik had hem hoger moeten plaatsen, want die douche is veel te laag. Stop. Shit, dit is een ukkie. Je stoot je hoofd. Dat moet hoger. Cel. Pop. Kan ik hem überhaupt nog wel hoger plaatsen? Nee, laat maar. Oh, dat is heel ziek. Alleen ja, gewoon kloten dat de ding zo. Dan moet ik echt bukken. En dan zo, oké, nu zit ik eronder. Maar het idee is vet. Maar die, hoe heet het, dat hoger gemoeten. Dan wil ik dit. Ja, eigenlijk zou dit dan ook getegeld moeten worden, toch? Als hier een douche komt. Nou, pak die tegels er maar weer bij. Hoppakee. Vloer vind ik er niet bij passen. Rest van de badkamer is gewoon echt dikke prima. Behalve die. Kan ik die weer opendraaien? Nee, niet meer. Goed, wat moet hier gebeuren? Someone has started working on the kitchen already gone with dark brown paint. Should we stay by the theme? I doubt that our client is going to be happy with a kitchen looking like a dark chamber. Let's put some brighter colors on the wall. Ben ik het op zich wel mee eens? Wat willen ze? Young flower bud. 4, 5, 6, 7, 8. Dit zijn 8 stuks. En ze willen lay wall tiles dark gray mosaic hexagon. Uiteindelijk willen ze 50 muren hebben geschilderd. Dus ik weet niet of ze ook deze linkermuur willen hebben. Maar ik vermoed van wel. Laat ik het in ieder geval ook hier bovenlangs doortrekken. Wat is dit nou weer voor nutteloos muurtje? Is het met sloop? Rie! Waarom? Nou, dat zal waarschijnlijk steunmuur zijn. Oké, hoeveel? Oh, dat is op percentage gebaseerd. Laten we eens even kijken hoeveel dit doet. 23%. En hoeveel doet dit? 62%. En hoeveel doet dit? 71. Ja, dit moet ik gewoon helemaal doortrekken tot hier. 96%, 99%. 100! Jezus, wat zijn deze light culina right corner cabinet? God damn it. Dan moet ik dat right corner cabinet, maar niet de peninsula. Nee, dan moet die. Weet je, je kan zo snel in de war raken met deze troep. Vervloekt. Het is een te grote koelkast. Hier dan? Nee. Oh, waar ga ik deze kwijt moeten? Hier? Wat willen jullie hier? Here's an idea. Maybe we should demolish the two walls that connect the living room, dining room and kitchen room together. Let's knock it down. Let's keep the walls and separate the dining space from the dedicated to entertainment. It's a good solution for the traditionalists who consider it distracting to sit and eat with their family while having a TV turn. Ja, ben ik het mee eens. Dus wat, wordt dit dan de woonkamer en dit de eetkamer? What the fuck is dit trouwens? What the fuck is dit? Maar kan ik dit niet gewoon eruit halen en deze ruimte gewoon gebruiken? Het voelt zo als een waardeloze muur. Ik was niet van plan een voorraadkastje te maken, wat dan ook. Dus dan anders is dit verspilling van ruimte. Dus kijk, hier heb ik inderdaad nog een muur. Even kijken, wil ik deze muur nog behouden? Ik denk dat ik wel zou moeten, aangezien deze... Yeah, kloten. Goed, alles is groen. Ik moet eigenlijk nog even wat lampen plaatsen, maar dat is nog niet de opdracht die ik krijg. Mountable narrow curtain, die moet daarop en dan een wide curtain moet daarop. Oké, ik had al een beetje idee van hoe ik het wilde hebben. Ik wilde hier dan de bank, hier dan
tv of wat dan ook. Maar dat staat heel dicht bij die deur. Dus dat is een beetje kloten. Maar ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Ga uit. Aangezien, ja, het is een beetje een gek verdeeld huis of zoiets. Waar moet deze nou weer? Waar zou ik een single wardrobe door moeten plaatsen? Gewoon uit het niks. Hé? This doesn't make any sense. Hier. Dit is een deur. Waarom? I don't know. Ik moet hem hier gewoon plaatsen. Ik doe ook maar wat mij gevraagd wordt. Oh, dit is gewoon een heel compleet ander gebouw. Troep, 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 troep. Wacht, hold up. Dit wordt gezien als een empty room. 1 vierkante meter. Dus ik kan net zo goed dit gewoon openbreken. Want het heeft geen toegevoegde... Oh my god. Weg ermee. Oh, die single wardrobe doors. Die waren voor de ene hok nodig. Leuk. Nou ja, weet je. Die heb ik gesloopt. Dus ik plaats gewoon die deuren hier. En daar heb je geen ene kloot aan, want er zit niks achter. Hoppakee, ik heb me verrotten. Zo, opdracht compleet. Ik heb nog $1000 over in het budget. En we krijgen ervoor 10.527 euro munten. Wat een verschrikkelijke woning was dat om te doen, zeg. Kaleren, het is opgefrist. Dat zouden we zeker kunnen zeggen. De muren zijn uiteindelijk weggehaald. Ik denk dat het wel beter was. Keuken, sure, tuurlijk staat dat ding weer aan. Badkamer is wel geinig geworden, behalve de vloertegels. Die vind ik niet zo... Ja, een garage heb ik alleen opgeruimd. Dus dat is ook weer niet zo bijzonder veel werk. Maar dat was hem dan wel weer voor deze keer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Wil jij nog 2 andere video's zien? Druk op de knop naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!